lekker hier de boel aan het opruimen. En ik zie, je bent van de vereniging Safati. Ja. En daar vertel daar eens wat over. Mijn naam is Erik Veldhoff en ik sta toevallig voor mijn eigen huis, maar ik maak schoon in het park. Ik zit in het bestuur van de vereniging Safati Park. Wij maken niet alleen schoon, maar we onderhouden ook het park. Dus bijvoorbeeld kijken of de bankjes in orde zijn, de sporttoestellen zijn, de zandbakken nog goed. Verder zit ik nog in een andere actieclub, de Schone Pijp. Dus dat is het schoonmaken in de hele pijp. Zo. En nemen we iedere maand nemen we een ander gedeelte. Vereniging Safati Park doen we zoals nu. Op de eerste zondag van de maand doen we een schoonmaakronde. We trekken ook het Eli Heijmanspad door. Dat is erg leuk. Dat is dat natuurpad wat er is. En dat is vooral voor kinderen leuk. Eli Heijmans was een onderwijzer die de kinderen meer met de natuur wilde laten verbinden. En dus dat pad dat is tussen de struiken aangelegd. En daar lopen ook de hondenbezitters, maar die mogen weer niet op het gedeelte waar de sporten zijn. Maar is dat onderdeel van het Safati Park? Ja? Dan moet je die kant op. Ja, het zit dicht bij dit hek. En het gaan we met van het haksel gaan we dat beleggen en paaltjes slaan. Heb ik alles gezien, ja. En dat is erg leuk voor kinderen, dat ze dan rondom kunnen lopen. En ook dat de honden niet op het sportveld komen. Dus dat soort dingen doen we met de Vereniging Safati Park. We willen graag leden hebben voor de Vereniging Safati Park. Ja, doe je best nu. En Mensen? Het kan voor een klein gedeelte, als je klein inkomen is, 5 euro lidmaatschap genoeg en anders graag 20 voor een jaar. En dan hebben we allerlei activiteiten, maar vooral hebben we mensen nodig die helpen schoonmaken. Maar als je maar voor je eigen deuren al schoonmaakt, zoals ik toevallig nu hier sta, dat scheelt ontzettend. Als iedereen elke dag 6 stukken vuil opruimt, is de stad al bijna schoon. Hey, en is er nou veel troep in het Safati Park na zo'n weekend? Of zeg je nou, het valt wel mee? Of, valt nu wel mee. Ja, het is mijn tweede zak al die ik hier heb. Ja, tweede zak. Maar in de zomer is het natuurlijk heel erg. De zomer dan, is het vreselijk. Dan moet je dus echt wel heel goed... Hoe komt het nou dat mensen nog steeds gewoon niet even een blikje in een prullenbak kunnen gooien? Ik begrijp er niets van. Laatst kwam ik ook een auto tegen het portier ging open en tjaka, er kwam van alles uit ineens. Denk je, je moet het meteen fotograferen, maar je denkt, heb je dan geen opvoeding thuis gehad? Ja, het is verschrikkelijk. En daarom willen we nu ook kinderen betrekken. We gaan binnenkort met de Oscar Carré school hier praten. En dan willen we de kinderen meer bewust maken van wat de natuur is en dat je het moet onderhouden. En wat trouwens erg leuk is in het Safati Park, is de natuurspeeltuin. Dat is een groot succes met die glijbaan. En er kunnen zelfs 2 schoolklassen per keer in. De docenten zijn er ook heel blij mee. Dus er zitten een heleboel goede aspecten in, maar laten we het park samen onderhouden. Samen verantwoordelijkheid nemen, kijkers. Het is een klein park, het schijnt het dichtst bevolkte park van Europa te zijn. Park.